Het allerbelangrijkste voor ons is het vertrouwen van de klant. Maar wat is dan vertrouwen? Vertrouwen, ik zal een voorbeeld geven. Er wordt in onze branche heel veel een APK aangeboden voor 2 tientjes. Hoe goedkoper, hoe beter. Ja, natuurlijk, dat zeggen we allemaal. Alleen jaren terug, ik denk dat het al een jaar of 5, 6 terug geweest is, is er in de Elsevier een onderzoek geweest. Wie is nu de betrouwbaarste Nederlander? En er kwam volgens mij op stand 1 uit een notaris of een dokter. Maar helemaal onderaan de lijst stond een autoverkoper. En waarom? Waarom stond die daar? Die autoverkoper die heeft iets over zich van... Nou, heel platweg gezegd, er wordt die besodemieter te boel gehaakt. Nou, dat is niet goed. En dan denk ik van ja, wij zijn techneuten. We gaan een auto maken van een klant. En dan sta ik met 1-0 achter. Want ik word geassocieerd met die autoverkoper. Ja. Want als een klant weggaat met 5 tientjes, of gelokt is met 2 tientjes, en die moet een rekening van €300 betalen. Ja, dat is wel waar. Ja. En daar moet duidelijkheid in komen. Ook dat mensen zeggen, mijn olielampje brandt. Olielampje brandt? Ja, dat is best vaak. Ja. Ja, mijn auto heeft net een APK-keuring gehad. Maar is een APK onderhoud? Dat onderscheid weet onze consument niet. En dat proberen wij aan alle kanten naar buiten te brengen. Dat die consument ook bij ons iets kan halen wat niet direct iets kost. En dat ze erop kunnen vertrouwen. En dat ze erop kunnen vertrouwen. Dat is belangrijk. Je verkoopt van alles, natuurlijk ook verzekeringen. Ja. Zie je dat mensen daar ook eerder vertrouwen omdat jij een verzekering verkoopt bij die auto? Of hoe werkt dat voor jullie? Kijk, een verzekering verkopen voor die wij verkopen vanuit uit de garage. Ja, dat heeft ook te maken met die klant gunt ons iets. Ja. En die klant heeft dus vertrouwen. En is die verzekering dan duurder bij jullie dan dat ze hem ergens anders af zouden sluiten zonder jullie? Als nee, dat hoeft over het algemeen genomen niet. Alleen het is vaak, mensen hebben een verzekering en dan hebben ze in een compleet pakket zitten. En dan zit die autoverzekering ook in. Ja, ja. En dan zeggen ze van oké, dan laat ik die auto rommel, allemaal maar bij die garage. En de rest doen we dan elders. Ja. En dan kunnen we toch die autoverzekering verkopen. Want ze weten, als ik met mijn auto daar kom, word ik geholpen. Ook dat vertrouwen. Vertrouwen. Ja.